Yo, nou Ibra, wat was de video van Nederland nabouwen aflevering 13, had dit er al meer. Zomer zie je bij Remco zijn passie. Oh, sorry, dat was een beetje te vroeg. Opnieuw. Zo. Dan is helemaal. Wat van. Nou oké, okay, nou, we gaan vandaag in deze aflevering gaan wij dit aandoen dan gebruikelijk. Gewoon even rondstruinen, want het is nu midden op de night. Kijk maar hoe laat het is. Het is 12:15 in de nacht op donderdag. Op vrijdagnacht. En ja, het is een doordeweekse dag, dus veel mensen moeten morgen vroeg binnen school. En dat is ook, ja, dat vind ik school. Ja, ik hoef gelukkig niet naar school. Niet meer. Dus dat scheelt. Dat scheelt wel weer. Maar laten we vandaag maar even richting wat zullen we doen. Snake? Let's do Snake. Let's do to in snits. Ho, wat? Ook ik dacht dat ik mijn vliegrechter kwijt was, maar nee. Of raar. Dat is best wel. Dat ding heb ik al lang niet meer gebruikt, deze. Dat is wel dat. Ja. En oh, die heb ik niet meer. Kut. Ja, heel veel dingen heb ik is wat fout gegaan volgens mij met het systeem. Waarom staan hier bootjes? En waarom is het hier ijs? Wel een beetje. Ja, heel raar. Ik blijf de leuke sound effect vinden. Ik moet een keer wat nieuwe sound effect toevoegen, maar ja. Wanneer heb ik er tijd voor? Nou, hier was ik laatst nog mee bezig. Kijk, kan ik niet bouwen? Ik kan die verdomme nog bouwen. Minst net. Oh ja, kaart. Ja, een vriend van mij die en ik hebben hier ook gebouwd, zeg maar. En toen is hij allemaal deuren geplaatst om niks eigenlijk. Ik weet dat je kijkt, Thijs. Ik weet dat je kijkt. Nee. Ja, ik vroeg een keer of hij een keer mee kan doen met een video. Maar nee. Nee, dat wil hij niet. Snap ik wel. Snap ik wel weer. Want ja, het is niet zo om wat even op YouTube verschijnen met mij. Hé. Hey. Die ging niet weg. Zo. Even alle deuren verwijderen, want. Zo. Nou mensen, dit is op je bankenschool, heb ik vroeg opgezeten. Omdat we toch over school hadden. Kluitjes. Waarom kan ik niet... VSO 2B, VSO 1... Stoelen, noem ik dat. VSO uitstroom, nou heel klein, maar het is in het echt is het veel groter. Nee, waarom zit hier een gat? Ja, ik ben hier zo lang niet meer geweest, jongen. Dat wil je niet weten. Ongeveer al 3 jaar niet meer. Als het niet meer is. Oh, nee, dat vroeg ik niet om. Zo. Zo. Nou, hier is een doorgang. Nou, hier naartoe. Maar hier moet eigenlijk zo deur staan. Ik ben nog steeds trots op dit project dat ik heb gemaakt. Was heel veel tijd. Echt heel veel tijd. Maar ja, het is me toch wel een beetje geflikt. Het is toch een beetje ja, ik heb het toch wel weer gedaan. Hier ben ik al lang niet mee bezig geweest. Volgens mij is het precies een jaar geleden of zoiets. Nee. September ergens. September vorig jaar ben ik hier voor het laatst bezig geweest. Maar ik heb het nooit meer verder aangebouwd. Vraag niet waarom. Maar mijn motivatie was kwijt, zeg maar. En ik wist het allemaal niet meer. Dus het ging allemaal niet helemaal vlekkeloos. Trouwens, wat je hoort op de achtergrond is mijn ventilator, want het is hier bloedje heet. Want in de nacht, van deze nacht zeg maar, is het maar liefst 20 graden gebleven. Ja. Dat is vrij warm in de nacht. Terwijl, ja, het is nou eenmaal zomer, hè. Het is geen lente. 21 juni begon de zomer. En voor mij begint de zomer al op Remkes en Passie sinds 1 juni. Maar ja, voor veel mensen is dat inderdaad de dag dat het zomer begint. 1 juni.
Ik vind de zomer veel leuker dan de herfst of de winter. Ik vind de winter helemaal kut. Tegenwoordig heb je geen winters meer. Vorige waren het echt goede winters met sneeuw en dat soort dingen. En dat vond ik echt veel leuker. Ja, daar moet ik even eerlijk in zijn. Maar met in de volgende aflevering gaan we hiermee verder. Dat denk ik dan. En dan zien we wel hoe het gaat aflopen. Tot volgende week. Hoi hoi.